Christmaholics! Yes, het seizoen begint weer. Dit is de allereerste kerstvlog, Christmaholic kerstvlog van 2021. En deze staat natuurlijk volledig in het teken van herfstdecoratie en pompoenen. Nou jongens, mijn pompoen en ik zijn klaar om de overkapping bij ons in de tuin, bij de tuindeuren, een herfstmake-over te geven. We zijn dit weekend op pad geweest en we hebben allemaal pompoenkraampjes en zo bezocht en natuurlijk ook allerlei pompoenen gekocht. Nog niet mega veel, want ik wil eigenlijk nog wel een keertje gaan, ik vind het gewoon veel te leuk. Maar ik dacht, ik ga jullie eerst even laten zien wat we allemaal gedaan hebben dit weekend en waar we allemaal geweest zijn. En daarna kom ik bij je terug en dan ga ik de tuin decoreren. We zijn op pompoenenjacht. We zijn bij de pompoenerie in Best. En hier is eigenlijk gewoon een oprit helemaal vol met pompoenen en alle soorten en maten. En je moet gewoon je uitzoeken wat je wil en het geld in de brievenbus doen van het woonhuis. Dus we gaan eens even wat leuks uitzoeken. Deze vind ik eigenlijk ook wel leuk. Met al die vratjes erop. En nou moeten deze loeien zware pompoenen in de auto. En daar heb ik een sterke man voor. Zo, dat was pompoen tentje nummer 1. En nu zijn we op zoek naar nummer 2. Ik ben van plan om een heel Brabant de leukste pompoenschuurtjes en pompoenboerderijen en dergelijke te gaan bezoeken dit najaar. Dus we zijn onderweg naar de tweede en deze zit in Drunen, als ik het goed heb. Deze vind ik echt super tof. Een mooie lange steel. Oranje en groen. Super mooi. Welke wil jij meenemen? Zo'n zwarte. Zwarte? Is meer voor Halloween. Toch? Een zwarte? Ja, is meer voor Halloween. Dat is gewoon oranje, toch? Ja, dat is een echte Halloween pompoen. Het matcht er wel bij, toch? Lekker. Ja. Goth. Nou, dat was een leuk adresje net en we zijn alweer bij de volgende in Sprangkapelle heet hier, hè? Sprangkapelle. Dus ik hoop dat we hier ook kunnen filmen. Het is gewoon bij iemand thuis en ze hebben pompoenen en ook nog andere dingen, dus ik ben heel benieuwd. Ja, daar hebben we alle pompoenen uitgestald. Kijk. Zo, het zijn er best wel veel. Het is niet helemaal duidelijk waar je nou pompoenen mag snijden. Ik denk hier, maar er ligt niet zo heel veel meer. Een man van 2 meter en een deur van 1 meter. Het is gelukt. Ik vind deze er echt uitzien als meloenen. Ja. Niet als, als pompoenen. Ze hebben ook weer echt allerlei soorten hier. Nou, we zitten hier eventjes in de theetuin bij Sander's Pompoenen en Exoten. Want je kan hier dus ook even wat drinken en eten. En we gaan pompoentaart eten. Ik ben super benieuwd of die lekker is. Met slagroom natuurlijk. Zonder slagroom geen taart. The cake has arrived. Cake. Dus aanvallen. Robert, wil jij even proeven of die lekker is? Lekker? Hij is lekker. Ik vind hem ook echt heel erg lekker. Heel verrassend, want enige pompoen
taarten die je kent, dat zijn echt van die meer Amerikaanse pumpkin pies. Dit is meer een soort van Brabantse appeltaart-achtig iets, maar dan met pompoen. Ze hebben heel veel pompoenen, maar het zijn heel veel mensen en ik weet ook niet of je hier iets kan kopen. Dus we zijn hier helemaal naartoe gereden. En ik heb echt geen idee of het wel echt te bezoeken is, of het gewoon een pompoenhandel is. No idea. Nou, zoals je ziet zitten we weer in de auto. En helaas was het geen plek voor particulieren. Het is echt een... zij produceren pompoenen en verkopen aan de tuincentra en aan de supermarkten. Dus, maar de eigenaar kwam toevallig net aanrijden en we mochten even binnen een kijkje nemen. Dus het was wel leuk om te zien. Echt enorme hoeveelheden pompoenen. Maar voorheen hadden ze altijd een kraampje aan de straat, maar dat hebben ze nu niet meer. Dus helaas, helemaal voor niks naartoe gereden wat dat betreft. Maar we gaan op zoek naar een ander adres hier in de buurt. Mijn camera is niet waterdicht, maar het begint ineens te regenen. Hier is het pompoenveld en hier is het karretje. Kun je de pompoenen kopen. Heel veel keus. Nou, het was echt super gezellig om met Robert een zaterdag op pad te gaan en wat van die pompoenplekjes te ontdekken. Maar ik sta dus nu in de tuin en ik ga nu hier achter mij het tafeltje en de deur en nou ja, gewoon dit hele hoekje ga ik decoreren met spulletjes die we allemaal verzameld hebben. Ik weet niet of ik al genoeg heb of ik straks al tevreden zal zijn, maar ik ga gewoon lekker genieten van het proces. En ik zet even de camera aan en dan kunnen jullie meekijken. Uit schuur gehaald. Hij is wel wat minder fel dan dat hij was, maar ik vind hem nog altijd heel erg leuk. Dus die gebruiken we dit jaar gewoon nog een keer. We zijn een paar uur later inmiddels, want ik moest tussendoor nog wat andere werkdingetjes doen. En ik ben wel aardig opgeschoten. Het ziet er wel heel gezellig uit. Ik denk dat ik nog wat extra mais bij mijn opa ga halen over een paar weken als het maistijd is. Maar voor nu ziet het er al heel gezellig uit, dus ik zal jullie even laten zien wat ik gedaan heb. En op de camera komt het altijd over alsof het niet zoveel staat, maar in het echt staat er al best wel veel. Nou, zo ziet het er nu uit. Hier wat bloeiende bloemetjes. Hier hebben we wat potten staan. En dan hier het meubeltje met daarop wat plantjes en wat lichte pompoenen en mais. Gedroogde mais die ik nog had staan van vorig jaar en daar wil ik nog wat bij gaan zetten. En dan hebben we aan deze kant nog een tafereeltje met een super grote pompoen en wat mums. Volgjesandjes. En dit hoekje is nog niet af. Ik denk dat ik daar ook nog wat mais wil neerzetten. Dus dat moet ik nog even bij mijn opa gaan halen als het weer maistijd is. En hiervoor moet nog iets, maar daar heb ik nog niet genoeg voor. Dus it's a work in progress. Goedemorgens. Het is 8:30, zaterdagochtend. En we zouden deze video eigenlijk gaan afsluiten met een bezoekje aan een cornmaze, een maisdoolhof. Maar gisteravond rond 8:50, heel spontaan besloten, omdat het zo lekker weer wordt dit weekend, om te gaan zeilen met mijn vader op zijn boot. Dus dat gaan we lekker doen. Echt heel veel zin in. Ik neem een camera mee, maar ik weet niet hoeveel ik ga of wil filmen, want het is ook wel echt heerlijk relaxed om op zo'n boot te zitten.
Maar goed, we gaan eens lekker zeilen. Yay, we zijn aan boord. Ik ga even een kopje koffie drinken en iets eten. En dan gaan we een stukje varen en dan gaan we naar Enkhuizen toe. En dan is er vanavond daar een barbecue in de haven. Bring your own American style barbecue. Dus, en de zon is er en het is gewoon super lekker weer en ik heb zelfs gewoon te veel aan. Zo warm is het. Goedemorgens. We zijn weer aan het zeilen en we hebben vandaag een stuk meer wind. Dat zie je waarschijnlijk wel aan dat alles om mij heen een beetje beweegt. Gisteren was er eigenlijk bijna geen wind, konden we niet eens echt zeilen, maar vandaag wel. En we hadden gisteren een gezellige barbecue in de haven van Enkhuizen met de Bavaria Zeilclub, waar mijn vader erelid van is. Zo'n American style barbecue, iedereen nam lekker eten mee en het was super gezellig en een beetje laat geworden en een beetje zaad geworden. Maar ja, nu we een rondje rondom het eiland, de Kreupel heet het geloof ik, hier varen op het IJsselmeer en dan terug naar de thuishaven en we naar huis. Maar het is heerlijk weer, zonnetje erbij. Ja, het is gewoon fijn, het is super ontspannen dat zeilen. Got to love you. Just keep walking down to separate ways. I can show you. Escaping your pain now. You break down your drain now. Zo, we zijn weer thuis. Het is nu maandagmiddag. En gisteren zijn we nog even op de terugweg langs de pompoenboerderij Onderdijk gereden. Dat zijn we vorig jaar ook geweest en het is echt een superleuke plek. Met heel veel keus en een grote ja, soort schuur waar allerlei soorten pompoenen te koop zijn. En ook andere leuke dingetjes, allerlei decoraties en dergelijke. Dus daar zijn we even geweest. Met name omdat ik nog meer van deze jongens wilde. Nou, zo zag hij er niet uit toen ik hem kocht vorig jaar. Het ziet er namelijk zo uit, groen. En ik vind het super leuk, want als je deze dus een heel jaar buiten, gewoon tussen je planten in de tuin laat liggen, dan gaat hij eerst helemaal schimmelen en ja, uiteindelijk wordt hij hard. En dan wordt hij dus zo. En de pitjes, die hoor je erin, nog erin zitten. En je kunt hier ook, je kunt er iets uitsnijden en je kunt er een lamp van maken en dergelijke. Maar ik vind ze gewoon heel mooi om zo neer te zetten. We hadden niet veel keus meer, helaas ook niet heel veel in deze vorm. Maar alleen zo, dus met een bolle onderkant en een langer steeltje. Maar deze, ik heb er nog een paar van deze en die ga ik lekker in de tuin leggen. En die worden uiteindelijk ook zo mooi, hoop ik. Nou ja, dat was het eigenlijk. Dit was de allereerste kerstvlog waar nog helemaal niks van kerst in zat. Van 2021. En ja, de komende vlog zal uiteraard wel wat meer kerst in aan bod komen. Maar ja, ik ben ook van plan om gewoon lekker te genieten van dit seizoen. Want de herfst is gewoon heerlijk en ik wil niet al te snel doorheen rushen. Dus mocht je nog leuke dingen weten waarvan jij denkt van nou, dat zou Sas echt eens moeten doen qua herfstigheid of qua kerstigheid.
in een van haar vlogs. Laat het me zeker even weten in een reactie onder deze video. En in de beschrijving staan trouwens ook alle adresjes waar we geweest zijn en nog meer informatie. Dus mocht je vragen hebben daarover, check dat eerst even. En anders stel ze gerust in de reacties hieronder. En dan zie ik je heel graag bij mijn volgende vlog. Tot dan! Doei!